Dit was het uitgaanscentrum van de L'Expo de Lo, Le Village, La Village Mauzan. Was dus inmiddels in de mobilisatie en lag in Amsterdam als hoofdfacteur, werkte niet op het postkantoor, maar was daarom vroeg afgewerkt. 'S Middags kon hij dus de andere werkzaamheden van de militairen gaan filmen. Dit is een bloemenhulde bij het monument van koningin moeder Emma. Thank you.
Op de zondagen hadden ze tijd om zich wat te vermaken. Bijvoorbeeld bij de roeiwedstrijden op de Amstel. Dit is Karel van der Ven en zijn vrouw, die hadden inmiddels een huis in Amsterdam. Toos heeft Jan in de mobilisatie leren kennen. Jan was met Piet van Engelen en een meerdere leider van de Jonge Wacht in Leende. Hier is een gebeuren dat waarschijnlijk regionaal is, want er zijn ook van andere plaatsen jonge wachters. Met gebed wordt het kampement geopend. Thank you.
Buitenlandse vakanties waren in de oorlog taboe. Daarom gingen Jan Winters, Willy van Engelen, Theo Zoontjes en mijn persoontje een week door Nederland fietsen. Hier gaan we de Maas over via een bootje. We komen terecht in Rhenen, waar we de eerste nacht kamperen. Het ontbijt werd de eitjes gebakken met dennennaalden. Je kunt raden naar de smaak. Riet van Engelen was gouvernante bij baron van Leinde tot Sandenburg in Neerlandbroek. Daar hebben we even gepasseerd. En terwijl Riet de thee inschonk, moesten wij de baronnen en de baronesjes even bezighouden. Dit was de Franse kamp in Bussum, een van onze volgende overnachtingsplaatsen. Dit is een viaduct onder de autosnelweg van Amsterdam naar Rotterdam. We zijn nu op weg naar Scheveningen, onze laatste pleisterplaats. Hier zijn we al aan het strand. Daar logeerde de vriendin van Willy van Engelen. En we zijn daarom twee nachten overgebleven in Scheveningen en hebben ons best vermaakt. Dit is het begin van een andere fietstocht. Harry met onze twee nichten Willemien en Rien. Na het eindexamen is Gerard in september vertrokken voor een jaar naar Witmarsum voor het noviciaat. Hij werd uitgeleid gedaan door opa, zijn broers en zijn aanstaande schoonzusjes. Op de fiets doorde hij naar Eindhoven.